ook een danser is, een artiest. En daarom praten we vandaag met Kevin Thompson. Hij is professionele danser, hij is fotograaf. Hij houdt zich bezig met theater, maar ook als het gaat om het ontwerpen van kleding. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met, waar we de focus leggen op hoe het is om met zoveel dingen bezig te zijn en hoe belangrijk talentontwikkeling is. Kom mee. En ik zei het al, we praten vandaag met Kevin Thompson en hij gaat ons vertellen hoe het in zijn wereld is. Want hij is met ongelooflijk veel dingen bezig. Dus ik wil natuurlijk weten waar het allemaal gestart is en hoe hij dit alles combineert. Kevin, welkom en dankjewel dat je tijd hebt vrijgemaakt. Ja, yeah, thank you for having me. Ja, yeah, it's a pleasure. So, je bent bezig, je bent professionele danser, je bent bezig met fotografie, je bent bezig als designer en theater. Vertel me, waar is het alles voor jou begonnen? Alles is begonnen toen ik 12 was. Ik heb heel jong mijn moeder verloren. Dus waardoor ik zeg maar, al mijn boosheid en zeg maar, expressie in dans zeg maar, kon verwerken. En vanaf daar is mijn creativiteit gaan flowen. Na dansen is het designen gekomen. Dus t-shirt designen met een goede vriend van me. En ik wilde gewoon groter gaan, ik wilde meer doen. Want we maakten gewoon op de hand, zeg maar. Echt één t-shirt, dus je kon geen massaproductie doen. En ik wilde zeg maar werken naar massaproductie. Ik wilde gewoon meer van hetzelfde kunnen doen. En daar ben ik gaan focussen. Daarna kwam filmen. Ik moest naar Nederland gaan voor een cultuurwisseling. En toen kwam Idi Lemmers mee om documentaire voor ons te maken. En toen ik de eindresultaat zag, toen dacht ik van oké, ik wil weten hoe je dat hebt gemaakt. En vanaf daar is mijn journey ook begonnen voor videografie. Veel foto's is ook along the way gekomen. En wat nog meer? Je bent ook bezig met theater trouwens. Waar komt dat alles naar binnen plotseling? Want ik hoor wel dingen die in lijn staan, maar hoor je plotseling theater. Dus waar is dat begonnen? Zeg maar, het dansen en theater zijn beide hetzelfde. Ik ben eerst begonnen als breakdancer gewoon. Maar ik wilde, net als wat ik zei, ik wilde gewoon meer. Ik wilde gewoon mijn expressie verder vertellen door middel van dansen. Want dansen is gewoon een non-verbale taal, zeg maar. En dat wil ik gewoon verder doen. Dus toen ben ik eerst bij Onstage, heb ik mijn eerste theaterstuk gedaan. En vanaf daar werd ik gewoon echt helemaal verliefd op theater. En toen ben ik het verder gaan studeren. Nee, niet studeren, maar verder gaan trainen. En nu dans ik voor het Nationaal Ballet van Nederland, samen met Ish Dance Collective. So, that's amazing. Dat is in ieder geval een mondvol. En je gaf dus aan, je hebt jezelf gecorrigeerd, niet gestudeerd ervoor. Want je zou het eigenlijk wel kunnen doen. Je zou het wel... Hier in Suriname zou je niet kunnen studeren, je zou wel naar het buitenland kunnen gaan. Maar er is genoeg kennis hier om jezelf te trainen om naar het buitenland te gaan en verder gaan, zeg maar. Want ik heb echt alles zelf hier geleerd, van vrienden, van mezelf gewoon. Onze community is echt heel creatief en daardoor ben ik ook verder gegaan, want je krijgt de push ook van je vrienden en familie. Ja, ondanks je de push krijgt en je aangeeft dat we wel creatief zijn, is er eigenlijk, als je oplet, toch wel een gebrek aan die stimulans. In zekere mate als het gaat om de entertainment-industrie in Suriname. Hoe kijk je er tegenaan, daar je nu op een veel hoger niveau bezig bent ermee? Hier wordt vaak, ik zeg hier, want ja, ik ben Suriname, dus ik praat gewoon hier, ik praat over Suriname. Wordt dans niet zo snel gezien als... Een dans wordt niet zo snel gezien als een artiest. Bijvoorbeeld een muzikant, een zanger, een man. We zijn allemaal, als je het goed kijkt, on the same level, zijn allemaal artiesten. Maar vaak wordt het ook van, wij van me dansen en dan krijg je exposure. Dat is de manier hoe ze altijd naar je toe stappen. En in het begin, exposure is sowieso altijd goed. Maar uiteindelijk, als je ervan wil gaan leven, kan je niet op exposure leven. En er wordt weinig zeg maar, gestimuleerd in de buurt zeg maar, van dans. We krijgen niet genoeg push vanuit. Dan moet zo zeggen de overheid, net als hoe andere sporten worden gestimuleerd. Dat krijgen we niet als dansers. Gisteren nog hebben we getraind en we trainen soms gewoon bijvoorbeeld hier bij Palmontuin heb je gewoon een stukje waar je gewoon vrij kan trainen. Waar we daar vrij kunnen trainen. Bepaalde mensen hebben dan zeg maar wel een locatie dat ze kunnen trainen, maar niet iedereen heeft zeg maar de mogelijkheid naar een studio of iets om
je dans gewoon verder te brengen. Dus het ontbreekt wel aan middelen in Suriname? Dat sowieso wel. En wat is volgens jou een structurele oplossing hiervoor? Want het is natuurlijk iets waarmee we jaren mee zitten. Ik zou zeggen meer steun, niet alleen vanuit de staat of vanuit de organisatie, maar dat ze echt meer... Want kijk, vroeger werden zoveel dance battles georganiseerd, dat er een heleboel dansgroepen waren. Want hoe meer competitie je hebt, hoe meer je gaat trainen, hoe meer ontwikkelingen gaat komen. Maar nu is er nauwelijks een dance battle. Dat is waar. Die tijd ken ik in ieder geval. Omdat er niet meer wordt gepusht naar, oké, er is een battle daar of er is een... Ik ben heel vaak naar het buitenland gegaan, naar Brazilië, naar Frans Guyana, om Suriname te vertegenwoordigen. En dat is gewoon omdat je liefde ervoor hebt. En niet omdat je steun krijgt gewoon van anderen van oké, je krijgt een beetje een klein zakgeld, dus je kan naar daar gaan. Het was gewoon omdat we ervan hielden dat we naar daar gingen. Maar als het zo was dat we daarop zouden focussen, op steun van anderen, dan was ik al lang gestopt met dansen. Ja, ja, ja. En je bent met zoveel dingen bezig. En met, natuurlijk moet je hele goede planning maken. Dus hoe is het een typical day in the life van Kevin eruit? Eerlijk? Ik plan het bijna niet. Alles gaat echt... Het klinkt raar, maar alles gaat echt vanzelf. Bepaalde dingen plan ik wel die ik zeg maar wil designen, dat ik wil doen. Maar als ik wakker word, is het gewoon het eerste wat ik ga kijken is... Het laatste waarom ik ben gaan slapen, als ik ben gaan slapen met een dance move in mijn hoofd, dat is het eerste wat ik ga checken als ik wakker ben. Als ik ben gaan slapen met een Surinaams design in mijn hoofd, dat is het eerste wat ik ga pakken. En van daaruit komt er automatisch dans erbij of dit komt erbij. Dus niet wat echt gepland, het is gewoon hoe mijn gevoel me zeg maar naar daar brengt. Gewoon. Dat is eigenlijk heel grappig dat je dat zegt. Je bent de eerste persoon die met zoveel bezig is die me gezegd heeft, ik plan niet. Het gaat gewoon zoals het moet gaan. En hoe werkt dit echt voor je? Tot nu toe werkt het wel. Tot nu toe werkt het wel. Het enige wat je plant is dat wat je moet uitbrengen. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld waaraan je aandacht gaat geven, dat gaat puur echt op gevoel. Ik kan vandaag gewoon wakker worden en ik denk van, ik wil focussen op fotografie. En ben ik de hele dag daarmee bezig. En plotseling een switch. En dan wil ik gaan trainen en dan ga ik dansen. En dan ben ik gewoon klaar met fotografie. Ga ik gewoon naar daar. Oké, nice, nice. Maar ik heb me ook laten vertellen dat je een backup dancer bent van Kenny B. Hoe is dat voor jou gestart? Zo. Twee goede vrienden van me, die zijn backup dancer van Kenny B. En die dansen al, ik denk, 6-7 jaar. Ja, 6-7 jaar ongeveer voor Kenny. En ik ben pas 2 jaar naar Nederland verhuisd. Maar een van ze moest stoppen omdat hij gewoon verder wilde gaan met andere dingen. En ik sprong gewoon erin van, ik ben pas in Nederland en ik zou wel... Voor Kenny B willen dansen. Yeah. Ik bedoel van ja, ik hou van zijn shows, ik hou van zijn energie. En dat is exactly als dat te gaan. En toen was het gewoon introduceren. Oké, Kenny B kennen we al van Suud, omdat als ze hier kwamen dansen, ging ik altijd backstage met ze. En hij kende mijn kwaliteit al. En toen was het een testrun om te zien wat ik kan. En meteen binnen. Nice, dus het is eigenlijk toch wel iets makkelijker gegaan. Het was niet een heel structuur dat je moest afwachten. Nice, je hebt een hele leuke shirt aan. Heb je dit zelf gedesigned? Dit is mijn eigen design. Dat heb ik zelf ontworpen, ja. Oké, en het is niet echt common. Nu zie je wel dat de meeste mensen in Suriname beginnen met hun eigen kledinglijn. Wat is jouw droom, je ultimate goal als het gaat om wat je wilt bereiken met je kledinglijn? Ultimate droom is dat ik wil dat de Surinaamse design ook zo high fashion moet zijn in het buitenland en niet alleen in Suriname. Ik wil als mensen in China zijn, moeten ze ook denken aan een voor elkaar kleding van mij of een ander design van een andere designer. Dus ik wil gewoon daar bereiken waar Nike en Adidas en al die topbedrijven zijn. Daar wil ik ook gaan. Dus dat is gewoon mijn missie om als Surinamer, als een Surinaamse brand, ook daar te krijgen. Ook daar te krijgen, dat wil zeggen, je moet jezelf iedere keer blijven verbeteren. En dat geldt ook op het gebied van dans en al die andere dingen die je doet. Zijn er activiteiten die jij zeg maar organiseert als het gaat om dat te simuleren bij kinderen die naar je opkijken of ook diezelfde pad willen bewandelen als jou? Ja, grappig dat je dat zegt. Ik organiseer een pop-up shop. En omdat ik een pop-up shop ga organiseren, wil ik ook iets teruggeven aan de kids. Ik wil zeg maar bepaalde middelen geven zodat ze ook, zodat je iets in hun kan triggeren dat, wie weet, misschien loopt er een kleine jongen topdesigner rond en we weten het niet. Dus de manier hoe ik ben begonnen met t-shirt designen, dat is hetzelfde wat ik nu aan hun terug ga geven. Zodat ze het kunnen leren en wanneer ze thuis zijn, kunnen ze echt met homemade stuff hun eigen t-shirt ontwerpen, zeg maar. En hoe gaat de dag eruit zien? Wat gaat zoal gebeuren die dag? Zo.
Dus ik ben niet de persoon die het plant. Ik heb alles in iemand anders hand gezet. Maar als ik het goed heb, we starten sowieso eerst met de workshop. Workshop met de kids. Ik denk dat we anderhalf uur of twee uur bezig zijn. En na de workshop sowieso de pop-up shop klaarmaken. En dan de gasten zeg maar verwachten met een lekkere strana drinkje gewoon. En dan mogen ze gewoon een Surinaamse brand of een Surinaamse designer brand komen bezoeken. Dus het is een heel relaxe dag. Oké, en los van deze activiteit die je doet, als we kijken naar talentontwikkeling bij jongeren, vind je dat er genoeg gedaan wordt aan 2023 om ze op de juiste pad eigenlijk te begeleiden? Er zijn een aantal jongens die heel goed bezig zijn zeg maar les te geven en de knowledge zeg maar verder te brengen, dat moet ik wel zeggen. En je ziet dat ze de kids wel pakken, maar dat is letterlijk vanuit hunzelf. Niet dat ze ik zeg maar, niet dat ze bijvoorbeeld 1000 SAD krijgen van kijk, ik krijg 1000 SAD om zo'n project te starten. Een project houdt in dat je naar alle kinderthuizen gaat om les daar te geven of wat dan ook, om je knowledge verder te spreiden. Maar dit gaat letterlijk vanuit hun zelf en omdat ze ook zelf entrepreneurs zijn, ze willen ook net als mij groter brengen. Ze willen hun knowledge sowieso verder delen. Ja, je hebt een woordgebruik, entrepreneurschap, dus dat heeft meer te maken met ondernemen. En ondernemen is heel belangrijk, eigenlijk om het vanaf jongs af te stimuleren. Denk je eraan om misschien activiteiten te organiseren om zeg maar hieraan bij te dragen? In de future wel, dat wil ik sowieso doen. Grof gezegd, ik als boy from the street, laat ik het zo zeggen. Om vandaar te komen en nu een plek te hebben waar je ook terug kan geven en ook je droom gewoon achteraan gaat, wil ik ook teruggeven aan mensen dat ze het maakt niet uit van waar je komt, je kan het gewoon doen. Er is geen barrier, dus als iemand je ooit zegt van nee, je komt vanuit zo'n plek, vanuit Suriname, het gaat je niet lukken. I'm the proof to show dat het niet kan. Oké, als we kijken naar de toekomst, toch? Is het zo, wat wil je nog allemaal gaan realiseren? Daar heb ik het over. Als je kijkt naar je dans, theater, als het gaat om videografie. Vertel, wat zijn je toekomstplannen wat dat betreft? Met dans is zolang mijn lichaam het nog doet. Dus dat gaat sowieso niet stoppen. Ik wil sowieso hier iets opzetten dat ik ook kids, net als we de andere boys ook doen, verder kunnen stimuleren met het breakdance. Breakdance is nu een klein groepje en dat willen we nu groter gaan maken. En dat zijn ook toekomstplannen met andere vrienden van me. Met kledingdesign een Sranang shop hier opzetten zodat mijn kleding niet alleen in Nederland wordt verkocht, maar ook in mijn hometown, dat het gewoon hier verkrijgbaar is. Met videografie is endless. Het is helemaal endless met videografie. Naar documentaire, naar film, dus. Ja, je kan any kant ermee opgaan. Je hebt in ieder geval een creatieve brein, kan ik merken. Natuurlijk, heb je een carrière van een paar jaren. Wat zijn enkele dieptepunten die je hebt meegemaakt gedurende je carrière? Dat zijn goeie. Even denken. Ja, ik zou niet echt kunnen zo gaan dieptepunten. Het is meer. Misschien voor iemand anders zou bij mij kunnen zien dat dat een dieptepunt is, maar ik zie het nooit als een dieptepunt. Voor mij is het juist een trigger om harder te gaan, om verder te gaan met wat ik doe. Dus ik zie het nooit als een dieptepunt. Want als ik het zo ga beschouwen, ga ik mezelf altijd daar houden van en toen was het echt zo en dat gebruik ik niet. Ja, maar je neemt het wel mee dus. Ik neem het sowieso mee om me een boost te geven om verder naar een hoogtepunt te gaan, zeg maar. Dus we moeten kijken naar dingen die jij sowieso meeneemt om uit te leren. Kan je enkele ervan noemen die je hebt meegemaakt waarvan je zoiets hebt van dit was echt een les voor mij? Even kijken. Maar omtrent anything, dus van alle dingen die ik doe. Een les voor mij was mijn time management aanpassen. Time management was heel belangrijk. Vroeger was ik heel laks gewoon. Ik kwam laat, ik deed dingen. En ik was een keertje in Nederland en ik moest een auditie gaan doen. En ik kwam, ik denk, 10 of 15 minuten te laat. En ik kan gewoon niet doorgaan. De dame heeft gewoon gezegd van nee, je kan gewoon niet verder. Ik zei van ja, waarom niet? Ze zei ja, als jij nu naar binnen gaat, moet hij weer opnieuw beginnen. Jou uitleggen, raken de mensen achter, verlies hij tijd. En vanaf daar was het de trigger voor mij, oké,
Altijd op tijd zijn. Altijd op tijd, maar ook niet alleen op tijd zijn bij iemand, ook op tijd zijn voor jezelf. Als je iets wil doen of wat dan ook, begin op tijd. Wacht niet tot later of wat dan ook. Dus gewoon meteen starten. Als het fout gaat, leer je eruit. Maar time management heeft ook te maken met plannen, hè? Dus eigenlijk wel. Precies, dat zit hier ergens. Dat het gewoon automatisch gaat. Oké. En hoogtepunten die je hebt meegemaakt in je carrière? Hoogtepunt is het behalen van dansers, het behalen van de auditie voor het Nationaal Ballet van Nederland. Dat is voor mij echt een hoogtepunt als Surinaamse danser die gewoon vanuit de straat trainen en nu dans ik gewoon midden van het Nationaal Ballet van Nederland, het Junior Nationaal Ballet van Nederland. Dat is een hoogtepunt. Voor dans, hoogtepunt voor mijn kledinglijn is dat ik nu mijn eigen popshop kan organiseren. Ik kan nu echt met trots zeggen dat ik echt mijn designs echt naar buiten breng voor de Surinaamse cultuur. En al mijn design blijft Surinaams, dus niets is, hoe moet ik het zeggen, niets is Amerikaans of Nederlands of wat dan ook. Dus alles is gewoon Suriname, exactly. Dus al mijn design blijft gewoon Suriname. Dus hoogtepunt daarvan is gewoon mijn papa show organiseren, dat vind ik gewoon echt een goeie. En videografie. Er zijn zoveel ochtenden met videografie. Ja, klopt. Ik werk nu voor een paar grote bedrijven ook in Nederland, zeg maar als ZZP'er. En dat is voor mij echt een grote sprong. Gewoon een big gap om nu alles letterlijk mee te maken behind the scenes. Letterlijk hoe je bij de film ziet dat er zoveel mensen zijn. Ja. Nu zit ik gewoon middenin. Ja, dat ken ik ook. Je bent van Suriname uit naar Nederland gegaan. Ik denk dat je reden daarvoor natuurlijk wel hebt. Als je het lessen zou moeten meenemen daar in Nederland, die we hier zouden kunnen toepassen ter verbetering van die industrie, welke zijn de top 3 die je zou meegeven? Blijf experimenteren. Dat is wat ik heel veel daar zie. Mensen gaan gewoon naar buiten en ze doen gewoon. They just do it. Maakt niet uit, alles is het fout, alles is het goed, wat ze mee kunnen nemen. Want dat is de enige manier hoe je het barrière zeg maar, kan breken als mensen. Als je op één plek blijft en je zit alleen te wachten op een dansopdracht of op een filmopdracht. Dat gaat heel lang duren, maar als je blijft experimenteren, blijft posten. Mensen zien je dingen en waardoor ze gewoon automatisch jou gaan contacten. Yeah. Maar hoe doe je dat in een land waarbij je toch niet die stimulans als zodanig hebt? Want ik denk, omdat natuurlijk je hebt voorgesprekken met mensen, dat ook nog hebben van ik wil dit doen en ik wil dit doen, maar er is de ruimte gewoon daarvoor niet of de mensen hebben misschien de middelen ervoor niet. Dus hoe gaat zo iemand daarmee om? Geloof in jezelf. Geloof gewoon in jezelf. Geloof gewoon dat wat je hier hebt, dat je gewoon tot werkelijkheid kan brengen. Voor dans heb je niet echt veel nodig. Je kan ook je eigen woonkamer gebruiken en je eigen stijl creëren. Dus dat is het met experimenteren. Voor het film, zolang je een camera hebt, maakt niet wat voor camera je hebt. Ga gewoon schieten, ga gewoon je verhaal vertellen. Elke keer dat je bezig bent, trigger iets nieuws in je. Dus als ik nu ga trainen, ik weet sowieso 75% dat ik iets nieuws ga leren waarvoor ik denk van dit ga ik morgen brengen. En dat gebeurt met het experimenteren. Dus begin met jezelf. De meeste mensen, hoe zeg je het, doubten hunzelf gewoon dat het niet kan. En daar is waar je, als je eerst daaraan werkt, dan kan je daarna verder gaan, denk ik. Dus het blijft eigenlijk gewoon bij die intrinsieke motivatie? Precies, want niet ieder krijgt de gelegenheid om een goede mattie of een familie of iets te zeggen van ga door. Sommige mensen zitten echt alleen in hun kubus. En you have to do it. Je moet gewoon met jezelf beginnen. Begin jezelf gewoon te pushen, geloof in jezelf, gewoon doen. En je gaat je eigen barrière zeg maar breken. Nou Kevin, is er nog een wijze les die je wilt delen met mensen die naar je opkijken of gewoon jongeren die deze branche ook willen ingaan? Dan mag je in de camera kijken en dat delen. Wat ik wil zeggen is, klinkt misschien heel typisch, maar is letterlijk doorgaan. Niet opgeven, vooral niet opgeven. Niet denken van, mijn design is niet mooi of mijn dans is niet mooi of dit is niet mooi. Gewoon doen, gooi het daar buiten. En dat gaat je leermeester zijn, dat gaat je les worden. Je gaat daarvan leren, je verliest nooit. Je verliest echt nooit, je leert alleen en je wint. Dus dat is gewoon mijn advies.
Nou, dankjewel Kevin. Dat waren hele wijze woorden. Vrij luchtig gesprek. Ik wens je heel veel succes met alles dat je doet. En wie weet ben ik ook bij je pop-up shop. Zeker, ik hoop dat ik je ook daar zie. Thanks. Goed, heel veel succes. Don't give up on your dreams. Geef niet op en ga door. Dat waren wijze woorden van Kevin Thompson. U heeft het gehoord. Het is heel belangrijk om creatief te blijven denken. Ga steeds out of the box en blijf niet in je comfortzone. Dat was het wat betreft het eerste deel van In Gesprek Met. Maar gaat u niet weg, want er volgt een tweede deel. Welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel hebben we gesproken met Kevin Thompson en zijn veelzijdigheid, aangegeven waarom het belangrijk is om talentontwikkeling te stimuleren bij jongeren. En in dit deel praten we dus met mevrouw Claudine Crommy. Ze is jurist en ze begeeft zich ook in de ondernemingsbranche. We gaan het hebben over ondernemerschap bij vrouwen en vooral eigenlijk wanneer je een spiritueel leven hebt. Blijf u kijken. Mevrouw Claudine Crommy, dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om met ons te zitten vandaag. En we hebben het over ondernemerschap, maar vooral bij vrouwen. Hoe belangrijk is dit? Omdat ik het gevoel krijg alsof we niet echt bewust zijn over het belang hiervan. Dus hoe belangrijk is dit eigenlijk? Ondernemerschap is zeer belangrijk voor vrouwen. Omdat, vrouwen hebben een bepaalde potentie en een bepaald talent. En hoe mooi is het niet als ze hun talent of potentie kunnen uitbuiten. En daarnaast is het belangrijk dat wanneer vrouwen gaan ondernemen, dan is ondernemen niet zozeer voor zichzelf alleen, maar ook voor hun omgeving, voor de buurt, voor de familie, voor hun gezin. Omdat ze daarbij dan een positieve bijdrage leveren, zeker als ze een gezin hebben. Daarnaast is het ook belangrijk dat als vrouwen ondernemen, dan hebben ze een stukje onafhankelijkheid, toch, qua inkomen. Maar ook hun kijk naar die wereld toe is anders. Dus dat is zeer belangrijk. Daarnaast kan het zo zijn dat wanneer vrouwen gaan ondernemen, in het algemeen, dat er werkverschaffing plaatsvindt. Dat ze, het zij een kleine eenmanszaak of een bedrijf, dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd voor anderen. Oké, dat is een mooi voor. En inderdaad, wat u heeft aangehaald, het heeft zijn voordelen sowieso wel. En vooral wat u zegt, financieel onafhankelijkheid. Want we zien hedendaags, er zijn zoveel problemen waarmee vrouwen te kampen hebben. En dan hoor je, ja, maar ik ben financieel afhankelijk. Dus dat aspect is inderdaad wel belangrijk. Maar er zijn vrouwen die willen ondernemen. Maar als u moet kijken vanuit uw bril uit, want u bent zelfs ook jurist. Wat denkt u dat enkele obstakels zijn dat eigenlijk vrouwen belemmeren die stap te maken om te ondernemen? Allereerst is dat je als vrouw bewust moet zijn van die markt waarin je gaat opereren. Afhankelijk van wat voor soort type onderneming je wil neerzetten. Je moet gedegen marktonderzoek doen. Kijk, Suriname heeft een kleine, een markt. Iedereen kent zo iedereen, zoals bij ons. En als je een bepaalde richting wil gaan, qua een bepaald product, moet je tijd stoppen en tijd maken om te gaan onderzoeken. Dat is dus één. Als je dat niet doet, is dat alvast een belemmering of een muur wat tegen je aanloopt. Je kan niet vandaag opstaan en zeggen van, oh ja, ik heb het idee dat ik dat moet gaan doen. En dan spring je maar en je zegt, ik koop een paar bakjes en ik koop een paar labels en ik ga op die markt. Je moet gedegen tijd maken om te zeggen, ik ga onderzoeken. Wat is de vraag? Hoe groot is de vraag? En kan ik met mijn idee iets creatief toevoegen aan wat er al op die markt is? Want laten we een voorbeeld nemen, zoveel mensen verkopen maïzena koekjes. En als het je passie is om maïzena koekjes te bakken, dan kan je zeggen van, hé, ik kan het anders doen. Of ik kan anders op die markt opereren. Het is wel maïzena koekjes, maar ik ga anders komen op die markt. Dat is dus één goede gedegen marktonderzoek doen. Een ander obstakel kan zijn, is dat de vrouw belemmerd is, maybe het gezin waaruit ze komt. Toch? Kijk, in sommige gezinnen. Ik denk dat anno 2023 zaken een beetje veranderen. Ouders kijken anders naar hun kinderen, dat denk ik hoor. Maar we weten dat er altijd een beeld was, niet alleen Suriname hoor, overal,
dat mensen wanneer ze uit een bepaalde familie komen, dat die hele familie ze eigenlijk push om in die richting te gaan. Zeker als het een vrouw is. In mijn familie is sowieso dat ik een zus heb die een hele andere richting is opgegaan, dat wij niet hadden verwacht. Ze heeft mijnbouw gedaan en ze zit nog in die business mijnbouw. En dat vonden we bijzonder. Het was anders. Dus het is een belemmering kan zijn het gezin waaruit je komt. Of zeg maar je stimulans thuis. Want al kom je bij een bepaald gezin, zeg maar als vrouwen één gezin gaan hebben. Dan is een stimulans vanuit je gezin, je partner en je kinderen belangrijk. Om je eigenlijk die emotionele push te geven om op die markt te komen. Of om het idee om te zetten in een bedrijfsplan. Dus dat kan een obstakel zijn. Een andere obstakel kan zijn is kapitaal, financiën. Ongeacht wat voor onderneming je wilt doen, wil je een barber, wil je een kapsalon, maakt niet uit. Je hebt startkapitaal nodig. Al is het heel weinig, want je wilt klein beginnen of je start klein, je hebt kapitaal nodig. Dus ergens moet dat geld vandaan komen. En als mensen zeggen van nou, ik heb gewoon 0,0 centen, dan moeten we daar eens beginnen, ja, van... wat ga ik doen om bijvoorbeeld nagels te knippen voor mensen? Zeg maar wat hoor. Dan moet ik alvast een nagelveer kopen, toch? Dus je moet ergens kapitaal hebben om te starten. En dat zijn onder andere enkele belemmeringen. Dat vrouwen zeggen van, ik durf niet zo goed. Of ik ben nog bang om te komen eigenlijk op die markt om een onderneming te starten. Ja, dat zijn valide punten die u heeft aangehaald. Als we moeten kijken naar vrouwen die daadwerkelijk die stap willen maken. Ze hebben al deze punten aangehoord, ze kunnen zich herkennen erin. Wat is uw advies naar deze vrouwen toe om ze die push daadwerkelijk te geven om eigenlijk te starten met hetgeen ze willen doen? Kijk, je moet alvast voor jezelf weten van, hey, mijn basis moet zijn, ik moet scholing hebben. Ik ken mensen die tot de zesde klas zijn gegaan en ze zijn gewoon, nee, ik heb een bepaald idee en ik ga starten. En ze zijn er goed van terecht afgekomen, toch, in die maatschappij. Maar je hebt anderen die weer tegen een muur aanlopen omdat ze geen goede studie hebben. En ik zeg ook altijd aan jongeren, je hoeft niet naar de universiteit te zijn geweest om je bedrijf op te richten. Maar je moet wel een basisonderwijs hebben genoten. Toch, want je komt in contact met klanten. Trouwens, de eerste stap die je gaat maken als je onderneming bent, moet je een projectplan hebben of een projectplan schrijven. Je idee ga je omzetten in een bepaald plan. Dus je moet een bepaalde scholing hebben. Daarnaast stimuleer ik jongeren ook. Zeg, kijk, niet iedereen hoeft naar de universiteit te gaan. Niet iedereen hoeft arts te worden. Niet iedereen hoeft jurist te worden. Maar God heeft elk een van ons een bepaald talent gegeven. Dat wil zeggen, een mindset, een creatieve mind hebben we allemaal. En die moeten we in werking stellen. Die moeten we gaan gebruiken en gaan uitbuiten. En hoe buit je die uit? Je gaat alvast met je idee met iemand kan je delen, kan je sharen, een vertrouweling. Ik zeg niet dat je met iedereen moet gaan praten. Zeg, hey, ik denk aan dit doen. Er zijn mensen genoeg, we weten dat mensen niet betrouwbaar zijn. Maar toch moet je als mens, want zolang je op aarde bent, ga je mensen nodig hebben. Toch moet je iemand kunnen vinden in je leven of in je, nou bij je omgeving om te zeggen van... Ik ga mijn idee sharen. Het is mooi als je idee of je plan share. Je krijgt feedback. En zeker van als het iemand is die ook in de ondernemerswereld al opereert. Dan krijg je feedback waarbij je verder aan de slag kan gaan. En te meer het christelijke vrouwen zijn of christelijke ondernemers. Dan heb je iemand nodig die je kan bekken in gebed. Die dat idee kan brengen voor de Heer. Die het idee kan eigenlijk helemaal uitpluizen voor de Heer. En weten dat God gebeden beantwoordt naar zijn wil. En deuren kunnen opengaan voor jou. Dus je moet alvast starten. Je moet afkomen van je angsten. Want het kan ook een belemmering zijn. Vaak zeg ik aan mensen. Je weet half niet wat er in een andere mens zit als je jezelf uit. Soms uit jezelf. En dan zeg je die andere. Mijn God, zo heb ik ook gedacht. O ja, daaraan dacht ik ook. Maar... begin alvast met je idee te sharen met een vertrouweling. En dan weet je dat je alvast een stap dichterbij bent om je dus onderneming te starten. Ik zeg ook al jongeren van, begin niet te springen van hoog naar laag. Ga niet op die berg staan, want je hebt een droom als je berg. Ik heb een kapsalon met dit en dat en. Is mooi. Maar ga niet op de berg staan, dan spring je. Toch begin langzaam aan de voet van de berg te klimmen.
langzaam je idee te sharen, je plan te schrijven. Stap gewoon naar de bank, stap gewoon naar een bedrijf of een instituut. Ga vragen stellen. Toch, met vragen stellen kom je veel verder. School jezelf. En trouwens, er zijn een heleboel zaken tegenwoordig op het net. Als je daar begint, een relaxed moment, begin je te googelen. Kijk, bijvoorbeeld, misschien wil je schoenen zelf laten maken in Suriname. Ik weet dat toen de tijd was een schoenmaker. Die woonde schuin tegenover mijn grootvaders huis, schoenmaker Campus. Die man maakte zelf schoenen. Gewoon schoenen in Suriname. En misschien heb je idee om zelf schoenen hier te maken. We hoeven niet te laten halen uit het buitenland. Degelijk kwalitatief goede schoenen. Ik begin op het net te searchen. Toch, internet is een wereld dat zo voor je open gaat. En als je bepaalde dingen ziet, schrijf op. Maar daarnaast zorg ervoor dat je een goede training ook gaat volgen. Toch, dat je zegt van, hé, ik wil gaan in een bepaalde richting van een ondernemen, maar ik heb scholing nodig. En soms hoeft het niet 3 en 4 jaar te zijn. Maar als er zaken zijn waarvan je weet, hé, dit gaat me helpen om verder te komen, begin daarmee. Dat waren hele mooie tips die ik sowieso ook kan gebruiken. Ook al zit je ook... zeg maar in die branche. Het is altijd goed om je te blijven scholen en vragen blijven stellen. U zit er ook in die wereld. Hoe denkt u dat het, hoe moeilijk het kan zijn om eigenlijk ondernemen te combineren met het hebben van een andere baan? Mensen die in zo'n positie zitten. Weet je wat ik zeg? Trouwens, het staat in de Bijbel, Prediker 4, vers 11. Wie op de wind let, zal niet zaaien. Je hebt een baan en je hebt zeg maar een onderneming. Of zeg maar een creatieve business waarbij je dus zeg maar de zaterdag en de zondag doe je de bestellingen. Dan is het goed om een goed plan in elkaar te zetten. Zeker als je weet dat je een gezin hebt waarvoor je zeg maar kinderen, waarvoor je dus de tijd en aandacht moet geven. Dat je afspraken maakt binnen je gezin. Want je hebt die rustmomenten nodig. En bijvoorbeeld misschien doe je een bepaalde haarolie of haarvet, zeg maar wat. Daar heb je tijd nodig om dus de zaterdag de labels klaar te zetten of de flessen te vullen. Maar is het maken van afspraken thuis, tenminste als je een gezin hebt, als je alleen bent, is een andere zaak, afhankelijk van hoe je situatie eruit ziet, dat je goede afspraken maakt. Dat is één. Want je hebt daarnaast dus je werk, dat is dus prioriteit nummer 1. Maar bepaalde mensen hebben een passie. En een passie kan je niet uit iemand halen. Het is gewoon iets waarvan iemand houdt. Die persoon slaapt en die doet het, die blindelings doet het. Het is een passie. En ik zeg aan mensen, elke keer weer, als je zeg maar, je hebt je normale baan en je hebt daarna binnen, zorg ervoor dat je zodanig de combinatie doet, dat geen van beiden in gedrang komen met elkaar. En daarnaast moet je op een bepaald moment in je leven zeggen van, hé, ik ga eerder afscheid nemen van het bedrijf, want dit is toch waar mijn hele hart naar uitgaat. Ik ken iemand die dat laatstelijk heeft gedaan. En ik kwam er weer tegen. Ze had een baan en ze had daarnaast deed ze nagelstudio. En ik kwam er na een paar maanden tegen. En ze zegt van, ik heb geen spijt van dat ik mijn werk heb gelaten. Ik heb nu meer tijd voor mijn gezin. Ik heb nu meer tijd om mijn zaken goed te regelen. Ik kan mijn klanten goed inplannen. En ik kan mijn, ze heeft een zoontje, ik kan mijn jongetje tijd doorbrengen met mijn jongetje. Dus eigenlijk kan je zeggen dat als je je eigen onderneming hebt, dat je voor jezelf als vrouw flexibele momenten hebt. Je plant zelf. Je zegt, ik neem deze week van dinsdag tot vrijdag niet meer klanten. Maandag tot zaterdag is voor mijn gezin. Dus dat is eigenlijk ook zeg maar een mooi gegeven van ondernemerschap. Ja, dat is inderdaad zo. Er zijn ook een paar gevallen waar ik heb gezien dat mensen inderdaad hun fulltime baan hebben gelaten. En je vraagt je soms af, maar wat overkomt die persoon? En uiteindelijk zie je dat ze echt aan het floreren zijn. Beter dan toen ze in het bedrijf waren eigenlijk. Dus dat heeft inderdaad zijn voordelen. Vindt u dat er genoeg bewustwording is over ondernemerschap bij vrouwen? En dan vooral ook vrouwen die ook al een baan hebben. Want in de meeste gevallen wordt het je geleerd, je bent in een bedrijf, je hebt alle zekerheid. Dus is er genoeg bewustwording volgens u? Ja, weet u, het is, die bewustwording is sterker geworden toen COVID zijn intrede deed, wereldwijd. Hebben heel veel mensen die dus zeg maar van, zeg maar, het was een kleine business. Zeg maar iets dat niet geweldig veel klanten bracht, maar gewoon in vrije tijd deden ze het. En toen COVID kwam, we wisten allemaal, we konden bepaalde dingen niet meer doen. Zijn ze eigenlijk zich verder gaan specialiseren.
zijn ze verder gaan ontwikkelen. Ik ken genoeg mensen die tijdens COVID 2 jaren lang hebben ze een heleboel zaken in elkaar gezet. Dat na COVID is hun bedrijf van hier naar daar gegaan. Dus in één moment een piekmoment. Mensen die bijvoorbeeld van pannenkoeken thuis, ze hielden van pannenkoek bakken voor de buurt en buren kwamen kopen, hebben nu gewoon een pannenkoekenbusiness. Omdat ze tijdens COVID de zaak zijn verder zijn gaan ontwikkelen. Dus je kan zeggen van, er is bewustwording gekomen met COVID. Toch, mensen zijn allerlei creatieve ideeën in elkaar gaan zetten. En met COVID hebben mensen ook hun banen verloren. En op een gegeven moment dachten ze, we moeten overleven, mijn gezin moet eten. En ze hebben hun eigen business gestart, zowel man als vrouw zijn ervoor gegaan. En ik zie meer vrouwen zijn naar buiten gekomen met hun business. Want ik geloof dat vrouwen eigenlijk die guts hebben opgepakt om te zeggen, ik moet iets doen. Zeker als het gaat om een gezin, moet ik iets doen. Ik kan niet zeggen, ik heb mijn baan verloren. Maar ik moet iets doen. Ze hebben die durf ingezet en zijn zo gaan groeien. Ja, en wat zou wel beter aan die bewustwording kunnen? Want het gedaan kunnen worden. Het is, u heeft zelf gezegd, met intreden van COVID zijn de meeste mensen of vrouwen hun onderneming gaan oppakken. Maar als u gewoon in general moet kijken en u zou iets willen veranderen aan die bewustwording, wat zou dat zijn? En hoe zou u dat willen doen? Dus ik zou willen starten dat de overheid eigenlijk meer programma's zou moeten geven voor jongeren, maar ook voor mensen die al zitten in die branche. Programma's waar mensen zichzelf kunnen scholen, waar de overheid bijdraagt aan scholing en onderwijs, specifiek gericht hoor, op ondernemerschap. Ik weet niet of we een scholen al in Suriname hebben. Er zijn een aantal scholen ja, die management geven en zaken richting ondernemerschap. Maar specifiek voor mensen die een idee hebben en nog niet weten hoe dat idee uit te pleizen of in elkaar te zetten. Dat is dus één. Daarnaast zou de mensen een push moeten krijgen om zeg maar buiten de grenzen van Suriname hun handelswaren te kunnen neerzetten, hun handelswaren te kunnen brengen. Ik weet dat er een hoop belemmeringen zijn, zeker als het gaat om de douane, als het gaat om producten vanuit Suriname naar het buitenland. Dus die barrière moet verlaagd worden, toch? En dan heb je weer te maken, dan komen we weer op hetzelfde neer van die training. Want we weten dat er een aantal voorwaarden zijn, wil je product brengen naar het buitenland, dan moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. En ik geloof zeker dat die overheid die voorwaarden moet scheppen. Die environment moet creëren. Dat mensen kunnen voldoen aan de voorwaarden. Zodat we meer kunnen exporteren dan importeren. Ja, dat is inderdaad heel mooi gezegd. En als we moeten kijken naar de positie van de vrouw anno 2023 en ondernemerschap, mogen we trots zijn als vrouwen? Ja. Kijk, vrouwen durven en ik heb niet zo lang terug mogen lezen een boek waarbij dus wordt aangegeven dat in het algemeen vrouwen hun bedrijven, het zijn kleine of grote bedrijven, minder snel failliet gaat dan die van de mannen. Waarom? Ze hebben ook aangegeven waarom. Ze zeggen dat vrouwen eigenlijk, ze durven niet grote risico's te nemen, terwijl die man wel. Zeg maar, het zijn wat dure camera's nodig of dure apparaten nodig in een business, een bedrijf. Dan is die vrouw toch een beetje huiverig of heel voorzichtig om zeg maar een kapitaal van $1 miljoen te lenen. Toch, ze gaat misschien jaren over nadenken. Of ze gaat geen mogelijkheden creëren om één machine eerst en dan een tweede. Maar die man die springt gelijk in de diepte en gaat die, over het algemeen gesproken, ja, specifiek over een man. En die leent gewoon een miljoen. Zonder aan de gevolgen te kijken of na te denken over de gevolgen. Dus ik ben trots dat vrouwen inderdaad die durf hebben. Ik denk dat vrouwen inderdaad hun potentie uitbuiten. En vrouwen, eigenlijk kan je zeggen, als je een vrouw hebt als leider in het bedrijf, dat ze eigenlijk structureel te werk gaat. Ze heeft tijd en ruimte om alles eigenlijk op zijn plaats te leggen en niet te rushen om dat bedrijf van hier naar daar te brengen. Dus dat vind ik het mooie van vrouwen die ondernemen. En ik wil niet zeggen dat mannen niet creatief zijn, maar als ik kijk naar wat vrouwen neerzetten, wauw, dat is verschrikkelijk mooi. Ik sluit me helemaal aan hetgeen u gezegd heeft. En u heeft een evenement, 27 april. 29 april. U kunt een beetje daarover vertellen waarom u besloten heeft om zo'n uniek evenement. Want als
zover ik het weet, is het soortgelijk nog nooit gedaan. Klopt. Dus waar de motivatie en wat houdt het eigenlijk in? Klopt. Ik ben stichting gestart dat heet Building Godly Bridges voor Christians in Suriname. En dat heeft alles te maken met dus het verbinden van christenen met elkaar. Om dus de eenheid tussen christenen of gelovigen te versterken, maar daarnaast de eenheid te laten groeien. Want je kan eenheid hebben, maar als die niet groeit, dan komen we ook nergens. In het kader daarvan organiseren we dus ons eerste evenement. En dat heet The Godly Business Dinner. En dat is inderdaad voor het eerst in Suriname. En het heeft dus als doel om mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen bij elkaar te brengen. Zodat ze gaan netwerken, zodat ze hun ideeën gaan, geen ideeën zeg maar, hun ervaringen in hun eigen business gaan delen. Zodat ze gaan, ze kunnen partnerschappen sluiten, maar zichzelf ook exposen die avond. Dus dat ze aangeven van hoe lang zitten ze al in een bepaalde branche, wat hun succesverhalen zijn, maar ook wat hun mislukkingen zijn. En ik zeg aan mensen altijd van, hoe mooi is het als je die ondernemers bij elkaar brengt. Want kijk, iedereen doet zijn eigen ding. We horen van elkaar pas als we zeg maar iets nodig hebben. We hebben misschien een gel nodig. En die doet dat, je kan daar. Maar het is mooi toch als je bij elkaar komt en je hoort van, jij bent bezig in zo'n branche, die is bezig. En misschien leren we elkaar daar kennen en kunnen we partnerschap sluiten. We doen dezelfde branche. Of we reiken tools aan elkaar aan. Zeg van, ik heb dat gedaan. Wil je daarop letten? Toch, maar ook de mislukte verhalen van, weet je, ik heb een miljoen gestort in mijn bedrijf en het is verloren gegaan van wie gedeeld of oplichting, et cetera, et cetera. En dan leren ze van die ander van, hé, dat moet ik niet doen, want het hoeft mij niet te overkomen. Toch, dus die avond is een avond waarbij eigenlijk de ondernemers in het daglicht zullen plaatsen. We zijn op hun gericht en dat gaan ze allemaal doen onder het genot van een heerlijk diner. Er is entertainment die avond. En er is vooral ruimte om dus tools te geven aan elkaar. Ik zeg altijd aan mensen van, wees niet gierig om je ervaringen te delen. Hoe meer je geeft, hoe rijker je wordt. Ook op het gebied van business. Toch, share dit idee dat je hebt gedaan van, zeg van, mijn label heb ik zo een plaats laten maken. Share dat idee. Als je shared, word je scherper, word je rijker, word je niet armer van. We kunnen altijd van elkaar leren. Ik zeg ook altijd aan mensen, onderwijs stopt niet in de schoolbanken. Onderwijs is je leven lang. Je moet je leven lang leren. En zeker als je een business hebt, toch? Zeker als je een bedrijf hebt of what I know, dat je leert van elkaar. En je kan het best leren van de mensen die zitten in die sector. Dus als we tools aan elkaar reiken, toch? En zeggen van, ik heb het zo gedaan of ik heb het zo. Wees ook niet bang voor concurrentie. Want Suriname is klein. Maar ik zeg altijd aan mensen van, concurrentie is mooi. En concurrentie moet ook. Je houdt elkaar scherp. Hoe kwalitatief ga ik om met mijn product? En als je merkt van, die persoon krijgt meer klanten. Dat wil zeggen, ze gooit een bepaalde kwaliteit aan tegen het product. Dan ga ik nog hoger. Toch? We scherpen elkaar steeds aan en dat blijft mooi, waardoor klanten kunnen kiezen op die markt en klanten kunnen tevreden zijn. We moeten elkaar aanscherpen. Dus die avond is speciaal voor ondernemers, ja, waarbij ze tools aan elkaar reiken om te vertellen over hun succesverhalen. Hoe zijn ze van hier naar daar gegaan, maar hoe zijn dingen ook mislukt. Want wat ik zie in Suriname, dat iedereen, zeker de klant die buiten staat, die kijkt en zegt, wat een prachtige onderneming. Maar die kent die inside story niet. Klopt. Hoe dingen mis zijn gegaan. Hoe misschien klanten hebben gestolen. Of hoe misschien kapitaal verloren zijn. Die kennen ze niet, hè. Dat Klopt. Plaatje is mooi. Ook op Facebook zie je het. Mooie plaatjes van een bedrijf. Maar als je de persoon zijn verhaal hoort. Van waar de persoon kwam. Iemand zei eens aan me. Hij was een werknemer. Want dit is los van ondernemerschap. Als ik het mag vertellen, ja. Hoor. Dus ze waren aan het schilderen bij mij thuis en ik had mijn auto in de garage geparkeerd. En die heren die van me zouden schilderen zeiden, mevrouw, ik kan pura auto. Ik zeg ja. Dus ik reed die auto op de oprit, zodat ze daar konden werken. En toen zeiden ze, mevrouw, ik rijd wel een mooi auto. Ik zeg, ay mevrouw, ik rijd wel een mooi auto. Maar sa mevrouw, ik rijd ino sami, mevrouw, ik rijd wel fiets. Dus mensen kennen je verleden niet. Klopt. Ik fietste in de regen. Ik weet van Rainville naar de universiteit fietste ik. Het maakt niet uit zonder. Mijn moeder wilde me eigenlijk niet op de fiets hebben. Want ze vond het verkeer toen al gevaarlijk.
Maar ik had een fiets en ik vond van, ik ga niet op de bus wachten. We waren geen auto destijds. Dus ik fietste in de regen, maakt niet uit. Dus die mevrouw bij af van fiets zagen ze niet. Maar die mevrouw rijdt auto, zien ze wel. Dus snap, zo is het ook in een bedrijf. Mensen zien het buitenkant, mooi plaatje. Maar die inside story kent men niet. Dus ik vind het belangrijk dat mensen komen en dus hun verhaal delen. En eigenlijk waarom het een dinner is. Kijk, als je aan tafel zit, daar komen die tories los. Als je aan tafel zit, dan heb je oog van elkaar en oor van elkaar. Waardoor je in een relaxed moment, want geloof me, ondernemen, zeker als je geen werknemers in dienst hebt, dat je rost van hier naar daar. Je bent steeds onder een bepaalde stressmoment en een bepaalde druk. Hoe mooi is het niet als je die avond komt, je kan relaxed zitten met je collega ondernemers en we kunnen van elkaar horen en delen met elkaar die avond. Dat is een heel mooi concept, mevrouw Claudine, als ik het zelf moet zeggen. Inderdaad, veel mensen zien de struggles niet. Jij alleen weet het. Uiteindelijk zien ze dat, zoals je zegt, een mooie auto. En dan is men geneigd te denken dat alles van een leien dak is gegaan. Maar ik wil u bedanken dat u gezeten heeft vandaag met ons. Ik wens u heel veel succes verder met het evenement. En hopelijk kunt u alsnog terugkomen om daarover weer te praten, uw ervaring daarover. Ja, dankjewel mevrouw Aranza. Ik zal zeker terugkomen om te zeggen of aan te geven wat het resultaat is geweest. Dank je wel. En we hebben in het eerste deel gesproken met Kevin Thompson. In het tweede deel hadden we dus mevrouw Claudine Crommie te gast. En voor de vrouwen zou ik zeggen, of aan de vrouwen zou ik zeggen, als u wilt ondernemen, maak die stap, maar doe vooral je marktonderzoek. U heeft het gehoord van mevrouw Crommie, ze begeeft zich in die branche. Dus what better way to learn van iemand die er al in zit. Dat was het wat betreft deze aflevering. Tot de volgende week bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.